Nou, dit is jurk 2. Zonder blazer even nu nog. Roddy vindt dat het mij de mooiste had. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 20 september 2019. En ik krijg allemaal kusjes van die kleine meid. Ja, en vandaag is het weer school. En Rodi gaat gezellig mee. Die mag lekker alles vandaag doen met de nieuwe coördinator. En dan is het nog één weekje en dan is onze interim coördinator weg. Ja. Ja, volgende week vrijdag is de afscheid van haar. Of je dat nou leuk vindt of niet. Maar we blijven contact houden, scheelt weer. Ja. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier gewenst. Kom. Kom. Zitten. Nee. Zitten. Zitten. Nee, zitten. Blijf. En blijf. Zo, blijf. Naast. We lopen eigenlijk al gelijk fout, eigenlijk, hè? Zitten. 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 Jij ook. Waar is mijn zit? Goed zo, meisjes. En over. Rustig. 1, 2, go. Haastig spoed dezelfde goed, hè? Ja. Oh, wat ben ik blij, mensen. Echt, ik ben blij. Eigenlijk toch wel. Want ik hoef dan niet vandaag op de fiets naar school, maar met de auto. Ja, want Rodi hoeft dus niet naar zijn stage. En hij heeft ook niet naar school om te gaan blokken. Hij kan gewoon ook lekker naar school om te gaan werken. Gezellig samen met mij. Ja, ga mee. Maar ja, gewoon gezellig. Weer samen. Volgende week donderdag. Het is nou de vrijdag, maar volgende week donderdag. En met mijn hoofd dan die donderdag. Dus ja, toch eigenlijk wel weer blij. Ja. Toch wel weer blij dat ik dus samen met hem gewoon lekker naar school kan. Dat vindt hij ook wel weer leuk, denk ik. Dus ik ben nou, zoals jullie zien, gewoon lekker met de hondjes buiten. Roos even met Beauty even lopen. En ik ga denk ik vandaag even naar de kapper. De puntjes laten knippen. Ja. Ik weet niet hoe laat ik dan thuis ben, maar anders ga ik gewoon met OV terug naar huis. Ook goed. Maakt allemaal niet uit. Voor mij niet, tenminste. Dus we zien het wel. Sowieso met de auto naar school. En dan even naar Leidse Hagen. Zoals de Mall of the Netherlands. Kijk eens. Heb jij een stokkie? Dus los. Kom eens hier. Kom eens hier. Dus los. Nee, kom eens hier. Kom eens hier. Ja. Oeh, heb jij je stokkie? Heb jij je stokkie? Hi. Doe eens los dan. Nee? Ben je blij met je stokkie dan? Ben jij blij met je stokkie dan? Kom. Jij je lijn, schat. Kom maar. Goed zo. Kom maar. Kom eens hier dan met je stokkie. Doe eens los. Doe eens los. 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 Wachten. Nee, los. 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 Tut, doe eens los. Doe eens los. Los. Doe eens los. Leid, kom eens even deze kant op, kom. Dat werkt niet. Los. Doe eens je stokje los. Los. Los.
Los! Eén, twee. Nee, los. Blij, ei. Kom eens hier. Los. Dus je stokje los. Dus je stokje los. Nee, geen zin in mensen. Doe een stok los. Los. Lof, doe eens los. 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 En ze is er zo blij mee met dat stokje. Gewoon een simpel stokje. Wat is ze daar blij mee? Ja. Ja, ja, ja. En zoals ik jullie al had gezegd, zitten wij dus in de auto. De man hier naast mij is gezellig. Ja, ja, zo. Oké, ja, dat is handig. Ik sta gesorteerd even die kant linksaf. We gaan toch nog rechtdoor en we gaan hier linksaf. Ah ja, Skoda en Fabia. Mm-hmm. Ja, heel, heel vroeg, ja. Precies. Ja. Ja. Dus wij zijn dus nu alweer onderweg naar school. Normaal fiets ik dit allemaal hier, dit stuk. En dan lekker in de auto. Ja, is handig, toch? Volgens mij wel. En waar zitten wij? In een winkelcentrum. Waar? Is de mol. In de mol. In de mollenhoop. IJsjes eten. Jammer. En nee, we maken geen reclame. En mevrouw die hier langs ligt, die keek ons een beetje raar aan. Dorian. Dorian IJsjes. Dorian IJsjes, ja, oké. Okay. En waarom zitten we hier te wachten? Ijsbeentjes aan te eten van de eerste. Ja. Om eten hier ijs, omdat het daar te wachten. De kapper, voor jou. Oh, ja, ja, inderdaad, de kapper. Want dat had ik al tegen jullie gezegd vanochtend. Dat ik eventjes naar de kapper wou voor eventjes mijn haar lekker te laten wassen. Heerlijk, dat vind ik zalig. En eventjes puntjes te laten knippen, zodat het weer voor morgen weer helemaal goed is. En dan laat ik denk ik Room eventjes alleen richting huis straks gewoon rijden. Want ik ben hier dan denk ik nog wel even bezig. Want ik wil wel even iets wat ja, netjes hebben voor morgen. En ik ga niet in een jurk. Wat is? Wat is? Wat is? Oh, je dwaalde even af. Oké, okay, ja. Dus ja, dan wil ik wel wat, ja, weet niet wat, maar ik wil wel in netjes. En ik denk in pak. Denk ik. Broek. Blouse. Zoiets. Alleen ik haat een blouse. Of gewoon een nette t-shirt. En dan daar een blazer overheen. En dan nog met mooie schoenen. Dat, wat kan, want dan kan ik nou toch in principe betalen. Ik krijg toch wel weer straks eind volgende week geld. Ja, dus ja, dan ga ik dat even doen. Dus we gaan nu eerst even richting kapper. En dan gaat Ro eventjes een beetje vluggen. En misschien dat ik geen tijd heb, maar dan haalt hij mij maar weer op. Oh, goed. Maar hij gaat wel sowieso eerst om even mij filmen in de kapperstoel. In de wasstoel. En misschien heb ik wel tijd over en dan kunnen we wel samen naar weer naar huis. Ik koop het laatste. Is dit nou een hersenspoeling? Waar de haarprint zitten. Hm? Dus het altijd... Eigenlijk, van wat is die video? Vloggen. Ik vlog. No, like this. Schat, leg het eens even uit. Vloggen. Video over YouTube. YouTube. Tijd niet gezien, meid. Een hele tijd terug. Ja. Wanneer was die laatste keer? Ja, bijna een half jaar of zo, denk ik. Ja, best wel. Ja, ik kan zo naar doen. Ja,
Ja, een stuk beter. Ga je helemaal achter? Ja, precies. Ja, nou, ik sta dus nu in de winkel, CNA om precies te zijn. En ik heb een paar jurken en een blazertje uitgezocht. Die ga ik jullie even laten zien. Jurk 1. Die ga ik ook sowieso passen. Deze. Deze vind ik ook heel grappig. Maar ik vind deze ook wel heel erg grappig en mooi. Dat is deze. Mooie bloemetjes. Vrolijk, moet ik zeggen. En dan nog een blazer. Dus ik ga eerst even passen. En deze blazer bij de, dat is een emmetje, dat is 24,90. Deze bloemetjesmotief jurk, maat 42, is 39,90. En deze jurk, dit is een maatje ook, maatje 42 uit mijn hoofd, 42. Die is eigenlijk even ronduit gezegd, €50, dus €49,90. Nou, die ga ik even passen en dan laat ik het jullie zo meteen zien. Een hele goede nacht allemaal. Namens Ro en mij, ik en Ro, willen wij jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Doe dan het riedeltje met alle vier dingen. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ja, reactie achterlaten. Ja. En... weet jij hem? Ik er niet, even op dit moment. Maar jij vast en zeker wel. Nou, dan zou ik zeggen, dank jullie wel. En tot morgen maar weer. Toch? Ja, tot morgen. Doei.